Rechtstreeks zijn we hier inderdaad aanwezig. Ondertussen is het team Passen erbij. Komen inderdaad met z'n vijf inderdaad. Gaan we op die manier inderdaad ook nog een paar van die ongelooflijke droge sandwichen proberen binnen te spelen inderdaad. En dan merk je de moeite en de problemen op die manier nog binnen te krijgen. Het kost geen moeite, maar het gaat. Ja, dat is een team dat we toch al eens gezien hebben, Nobil. Daar, de mannen daar inderdaad met het rode jasje. Dit zijn de mannen van de pers. Ze genieten er stel telkens van als er een foto genomen wordt inderdaad. Hebben daar juist een uur lang staan wachten tot er iemand een foto wilde nemen. En zijn nu helemaal terug, maar ze zijn met versterking teruggekeerd hoor. En het is nog steeds de man met de gele pullenmuts die daar duidelijk, ja, de teamleider is. Ja, die weer zijn bril probeert op te poetsen inderdaad. Probeert op die manier zijn bril op te poetsen. Hopla, nog iemand van de security ter hand genomen inderdaad. Heel mooie momenten krijgen we hier. Is genieten. Nog heel even Radio Manosport. Zeg me niets meer, laat me maar gaan, wees maar stil. En dan gaan we, maar dit is de laatste keer. Zeg maar niets meer. Dat hij daar plots opduikt, dat is een ander verhaal. Hè? Dus de Niels van de Puttenbocht, waar dat iedereen te voet gaat gezet worden vanaf positie 5 of 6. En dat kan al betekenen, hè? Ik zie Van Aert hier op de tweede rij staan. Mm-hmm. Hoe gaat hij daar aankomen? Dat is de vraag. In welke positie? Welke in wereldkampioenschappen dat gegeven dat hij zich dan dicht bij Merlier kon ophouden. Merlier trok dan het spoor over een goede 500 meter tot 700 meter en de ruimte had hij dan. Ja, Merlier heeft nu echt gekozen voor de binnenbocht. Echt komt, trek uw plan maar en alleen naar uzelf kijken, heel even. En dan, de laatste momenten van opperste concentratie voor dan hier. De strijd straks helemaal. Het is een mooie tijd. Ik wil dat u niet meer denkt.
hebt. Zo'n evenement is eerst maar lekker bezig. Snel verknoeid worden. Zweek is een slow starter. Is wel goed weg. Maar komt hij wel goed? Komt hij wel goed uit de meute? Dat is niet het geval. Hij moet daar een rij of twee laten voorgaan. Ik zie dat de Toon Aars er vrij behoorlijk uitkomt. En dan Michael van Tournout en Oel Merlier. Een voetje los, wel goed door de bok. Doen ze dat allemaal, want dat is van belang. Er zitten natuurlijk ook renners bij die meedoen bij de elites onder contract. Die krijgen namelijk ook een kampioen. En het is de Toon Aars die met de veer al uren naar voren stormt. Renaat. Ja, aan de rotbocht en ook wat Van Aert er goed door en geen oponthoud zoals daarnet bij de belofte. Toon Aerts met de kopstart voor Merlier, Michael van Tournout derde, Thijs Aartsen vierde en dan in pakweg tiende positie Wout van Aert. O, was met dat? Er zijn er al twee volkomen los. Nou, volkomen toch voor effe. Hopla, oplippertje met Toon Aerts. Heeft Van die Ribben blijkbaar in de beginfase niet te veel last. En Merlier, snel als hij is, goed mee. Het gaat nog veel rapper gaan dan het bij de belofte. Ja, het is niet geloven. Het is, je moet moeite doen om op je fiets te blijven zitten. Wie dat heel goed weggekomen is, is Laurens Weka. Want die trapt naast zijn pedaal. Die heeft daar nog de meubelen gered. Hij rijdt nu in positie 10 of 12. Dus, maar hij is daar goed weggekomen. Had dat veel erger kunnen geweest. Het is in positie 10. Eerste rechte lijn, bekrompen, laten we zeggen. Ja, normaal zou je denken van hier gaan ze eens een keer kijken, achterom kijken. Vergeet dat, hè. Toon Aerts, ja, rijdt als een leeuw, vliegt er daarin. Ja, en is hij wel uitstekend bezig geweest, ondanks alle pijntjes. Als hij dat tenminste kan blijven doortrekken. Je ziet de mannen van Met de Penningen opschuiven in blok. Je ziet ook dat Van Aert goed op die trappen komt. Ja, dat gaat. Kijken naar de man met allure, Toon Aerts. Is dat een signaal? Leugenlam, dus als je niet in positie zit, niet de baan vrij hebt, dan mag je nog de beste zandman zijn. Dan kun je daar niks mee doen, maar ook niks. Merlier blijft aan het wiel van Toon Aerts en gaat heel even praten met Toon Aerts. Ben je zin is om daarmee door te gaan? Is een zottig spel? Ja, dat gaat wel rap. We rijden ons om zeep. Van Aert, even een ander paardje gekozen. Zweek probeert erin te duiken. Van zijn kunnen is kan Zweek daar net niet aan in het zand. Aerts kan dat natuurlijk wel. Merlier wat vroegtijdig eraf. Hier helemaal boven. Dat doet Michael van Tournout wel. Izerbiet moet daar lopen. Dat kan een parten spelen. Maar is met Schwung weer op zijn fiets. Ja. Net achter Wout van Aert. Ik denk wel dat hij samen met Laurens Weka nog gaat mega opschuiven. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, het was ook onze indruk. Hier zitten we op het fameuze ponton. Een lengte van een goede 250 meter. In. Al meer zien lopen in het zand dan rijden. Dus hij moet daar binnen de kortste keren een weg in vinden, want hij kan dit niet blijven rekken, niet blijven uithouden, is er binnen. Door die bocht. Thijs Aerts, tweevoudig Belgisch kampioen bij de belofte en ook als een wereldkampioen bij de junioren ook nog altijd goed mee vooraan. Hier heb je de trap. Izerbiet is daar ten gronde gegaan. Dat zijn de dingen die jij opstapelt, hè? Ja, dat is hij. Die moet alleen maar zeggen van ga uit mijn weg, want ik wil op kop zitten en ik rijd dat allemaal wel dicht. Je moet niet overpakken. Ik regel dat wel. Je hebt uit de mond van Michael van Tournout gehoord dat hij op dit soort omlopen kikt. Dat het voer is voor de twee die überhaupt in beeld kunnen komen. We gaan weer naar Renaat. Ja, Toon Aerts blijft druk zetten. En Michael van Tournout zit in dat spoor. En Izerbiet heeft dat gaatje bijna gedicht met Thijs Aerts in de vijfde stelling. Dan krijgen we al een kloof van betekenis. Hier het groepje, aangevoerd door Zweek. Dat is op 11 seconden met Van Aert, Adams, Vermeers. En die zitten daarbij. Allemaal niet zeggen. Heel vaak op het podium. Ja, heel vaak. Heeft
probleem van een slotronde in de voorbije wedstrijden voor bijvoorbeeld Izerbeet. Ik denk terug aan Brussel bijvoorbeeld te maken. Aerts met zijn lange stelte kiest daarvoor het lopen en maakt meteen wat verschil. Kijk, Izerbeet komt er hier wel goed doorheen. Kijk eens naar Sweek, naar achtergrond. Ja. Dus vooraan, kop van de wedstrijd, krijgt niemand dat klaar. Sweek in de achtergrond. Gaat er nu om in het hoofd van Van Toornout? Moet hij een rol spelen in het ploegverband? Of mag hij zijn eigen goesting doen als hij daar vooraan op kop zit? Hier is Vermeers. Jawel, goed meegeschoven. Dus, en hier heb je Jens Adams in zijn nieuwe witte trui. Klopt. En hier heb je Izerbeet aan de kop. Izerbeet aan de kop. Kiest nu zelf zijn spoor in het zand. Ja, dat is het beste dat hij kan doen. Als hij vastgeraakt er in de meute, dat is helemaal foute boel. Sweek weer wat dichterbij geschoven vanuit de achtergrond. En ik nu op het achteruur van Merlier. Die laat dat niet toe dat er een ploegmaat van Izerbeet op positie 2 gaat zitten. Nee, dat is de redding momenteel. Want als dat gebeurt, dan kan het gebeuren. Het laten vallen van dat chemische gat. Ja. Zelf gaan oplossen nu. Naar het ponton, naar het stilte moment zou je kunnen stellen. Zit natuurlijk wel met die trap. Hij met de kortere beentjes. Toon Aerts op het wiel. Daar begint het rijtje van de mannen van Elite zonder contract. Daar tikt hij natuurlijk op, Izerbeet, op die steile hellinkjes. Daar is hij vinniger beter dan de rest met zijn potentie. Dat duurde nog niet te lang of hij was boven Izerbeet. Komt los, komt onder. Die daar ook voor in aanmerking komen. Die spandoek, dat was veel te laat. Op de borden. Hellingen zijn goed, man. Je bent goed, hè. Kom op, hè. Kom op, gast. Jurgen, jullie hebben 3 man op 6 in die kopgroep. Ja. Het wel goed. Dat is natuurlijk al heel vroeg, maar het ziet er wel tot nu toe wel niet slecht uit. Ja. Dankjewel. Dat kun je wel stellen, maar we hebben ondertussen een manoeuvre gehad van Sweek daar aan de hand. Hier ga je eens zien wat ze proberen met zijn 2 en dammetje opwerpen. Merlier die wringt zich daar netjes tussendoor. Ja, dat is op de vleugels van Saint-Amour. Hè. Ja, Merlier, dat krijgt. Dat lukt niet. Toon Aerts kwam daar slecht weg, daar op dat kleine hellinkje. Ja. Die had daar een oponthoudje. Ja, dat kan snel gaan. Hè. 1 keer niet in positie zitten en dan zie je waar je terechtkomt. Een beetje gevrongen en op die manier laat Merlier zich niet doen. Dat is cross, hè, dus hier moet geen commissaris bij te pas komen. Want dat op het alleenrijden kikt. Zijn vleugels uitspreiden, loskomen en dan dat hoge tempo een poos onderhouden. Izerbeet geeft niet echt door. Zie je een probleem? Ze rijden weg. Renaat. Wat wel eens, Tim. Heel mooi gebaar in ieder geval. Michael van Toornout gaat daar nu wat afremmen. Het is dus vooral Sweek die de vrije ruimte moet krijgen. Dat is een geslaagd manoeuvre. Dat kan een aantal seconden extra opleveren. Renaat. Ja, maar Aerts is weer dat kloofje aan het dichten met de 3 leiders. En wat Van Toornout daar doet, is inderdaad afstoppen. Hij legt er dan nu letterlijk het blok op door een wat trager tempo te rijden. Dat is de indruk die je krijgt. Zoals we al vertelden. Vooral ook omdat dit eraan komt. Het is een single track. Ik vind het niet uit. Het is een single track geworden. Daar kom je niet overheen. Tenzij je natuurlijk acrobatisch bent. En dat is wat Izerbeet nu probeert. Maar hier is het paadje weer wat breder. Daar is ruimte. En hij gaat voor Merlier rijden. Is zelfs niet nodig. Normaal is het voldoende om te zeggen van het blok gaat erop. Wie dat beter is, rij het maar dicht. Laurens Sweek, de ideale man op kop, kan een heel uur volle bak rijden. Goede voorbereiding gehad. Ik zou zeggen van laat ze het maar zelf dichtrijden. Nu is de positie ideaal. De positionering is perfect. Daar rijden ze nu met z'n 2 voor de anderen uit. Die het in principe moeten doen. En die kunnen hier dus geen poot weg. De vogel is gaan vliegen. En
Izerbietje zag hem veel betekenen. Om... Izerbietje zal een hele mooie verdiende winnaar hebben. En ik denk dat het ploegenspel toch wel duidelijk aanwezig is nu. Dat is inderdaad meer dan duidelijk. Ja, ja, ja. Dat is prachtwerk wat ze momenteel... Proper. Dus zelfs hier krijgt hij het klaar om te zeggen, iedereen in de mars en achter mij blijven. Ja, krijg het maar klaar. Je ziet Izerbiet ook temporiseren. Nou, heel goed, hè? Seconden gaat wegrijden, ja, dan wordt het nog een ander verhaal. Dan komt er straks nog een finale voor de tweede plaats. Maar voorlopig is Zweek eigenlijk wel aan het doen wat hij al... Een en al ruimte is het ponton al zo goed als af. Hier heb je Izerbiet die aan een gezondheidswandeling bezig is. En de rest kan daar ook weer niet echt voorbij. Toon Aerts maakt ook geen aanstalten. Daar komt namelijk die trap aan. Je ziet dat Merlier in de verte kijkt van wat hangt er allemaal aan onze sliert. Wel, dat is een pak volk, want hier komt nog wat volk door de bocht. Thijs Aerts. Die zou dit tempo wel kunnen aanhouden. Achter hem wordt een mooi ploegenspel gespeeld met Eli en Michael, die toch wel mooi afstoppen leven. Dus ik denk dat we toch wel vandaag ons ploeg dikke not is. Formeel? Ja, ja, natuurlijk. Met Thijs kan dit wel een signaal zijn. Met Toon bedoel ik dan, met die valpartij. Dan gaan ze zeggen van daar zijn we vanaf. Dan gaan we nu al... Een replay van hier, van Laurens Zweek. Daar in dat voortje. En daar komt hij tegen de vlakte. De maal mee, als ze dan ook nog op kop mogen rijden in de achtergrond. Ja, ik ga nog wat meer zeggen. Als ze het op die manier blijven doen, met andere woorden blijven temporiseren, dan kunnen ze ook nog eens voor het volle podium gaan. Chic. Zweek. Dat is 4x4, zoals hij door het zand rijdt. Nog maar stellen en voor de rest recht blijven op dit soort stukjes. Hopla. Ah, ja, het kan rap gebeurd zijn. We hebben het nog maar over een minuut of vier van hem nog eens gezien. Misschien... Wat proberen te doen aan de one-man show die hij aan het opvoeren is. Jan, driewerf, focus. De gladjes in het zand. De werken van Toon Aerts. Izerbiet onmiddellijk op het wiel. Zelfs even toucheren. Want zoals Bart wel eens het zei, het moet met getrokken messen. Jawel. Kom aan, Toon! Toon, jij kunt dat, klaar! Zou de marge nog wat breder geworden zijn? Oelalala, volledig ponton voor. Volledig ponton. Ja, als je dan een lefgozer bent, dan zeg je, hey. Ja, jij zou dat gedaan om job doen. Kun je daar, denk ik, om de halve ronde een seconde of 10 bij doen? Ja, dat hij nu maar op cruise control gaat rijden. Dus meningen, hè. Dus het groepje. Dan ziet er dat heel goed uit. Dan zou hij gewoon een spel moeten hebben. Maar goed, de wedstrijd is nog niet gedaan. Ja, dat is goed. Heb hem ooit in Neerpelt, een koers waar dat een paar meters zand ligt. Een zandbakje, daar zet hij heel de koers naar zijn hand. Dan... Daar heb je die diepe voor. Ik ben altijd bang dat ze daar met dat voorwiel diep gaan inkletsen en over kop gaan. Maar hij heeft zoveel zelfbeheersing dat hem dat niet overkomt. Is ook. Ja.
is wat te wegrijden en Izerbeek moet dat gaatje dichten. Klikvast, behalve die ene trap in de start. Maar voor de rest perfect in het zadel. Ook Merlier in dezelfde wegploeg. Toon Aerts met zijn tweede grote inspanning. Hai, 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 Glenn! Getrokken. Dan de twee ploegmaats. Maar Zweek is al lang de boot af. Dus dat wil ze. Toon Aerts die het beseft van ik moet het van ver doen. Wil ik op dat podium komen? Er zitten vinnigerbaasjes aan mijn wiel, dus zeker niet mee naar de sprint gaan. Het explosief vermogen van zo'n Izerbeek mag je hoger inschatten dan dat van Aerts. Wil ik hem zien. En met de jongste weken en gebrek aan competitie in de benen, toch wel goed voor de dag komen. Absoluut. En zeer sterk geopend. De vlakker werk en dan vooral dat zand. Daar is hij bij de beste term. Statement. Zonder, ja, er moet al... Ja, hij zit in zijn zone, in het ritme. En als Laurens zo in dat ritme geraakt, dan is hij op zijn beste. Dus ja, het ziet er goed uit. Hij was heel gefocust met het kampioenschap bezig. Kan jij als broer zeggen hoe? Ja, hij is een paar weken terug lag als grootvader op sterven. En, Met Thijs Aerts en Dieter van Toernout in de 11e stelling. Dus ja, het ziet er goed uit. Dankjewel. Zweek, een verzamelaar van kampioenschapstitels. Ik heb u bij de belofte al verteld dat hij tot twee keer toe Belgisch kampioen werd bij de belofte. En ook op deze manier. Is er wat gebeurd met Toon Aerts? Slippen? Corrigeren. Ja, dat is maar nipt. Wel tempo eruit. Ja. Zandstroken. Renaat. Ja, in de materiaalzone is het feestje toch al ingezet. Jurgen met de Penningen, zo net bij Vaderszweek gekomen. High five. De laatste ronde gaat de volle voorstekens ook afleveren. En dat is ook een soort van de ver vooraf, ver voor het overschrijden van de finale eindstreep. Izerbeek probeert weg te rijden. Wie heeft er nu nog een respons? Merlier? Jammer. Dat is een gezin, hoor. Zo, dit is een vandaag. Zeg dat. Want hier is de spankracht voor plek 1-0. Dat heeft maar twee volle ronden geduurd. En toen was het om zeep. Dus toen we het voor de tweede. Meers is ook vinnig in de sprint. Ik geef het maar mee. Mocht het zover nog komen. Ja, dat had het podium staan.
dat het geval is, dan is er nog tussen deze mannen strijd voor die ene laatste medaille. Dat werkt zich met dat hele lijf naar boven. Hè? Ja, en ook. Volgend seizoen wordt het WK betwist in Meulebeke. Ik weet niet hoe dat parcours daar gaat uitzien. Ja. Maar het jaar daarop, en is dat nu een ereronde? Het heeft er veel van. Ja, 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 toch wel 40 seconden. Dan ga je toch geen risico's meer nemen. Dan ga je zelfs bergop rijden met de handrem op. Dat je ketting gespaard blijft. Het zijn er 50. Merlier zit op 1:01. Isidibit is op 50 seconden. Toon Aert zit op 1:03. Michael van Tournaut zit daar in de buurt dus. De rest op, laten we afronden, een dikke minuut. Ik ga die mannen er vlug doorjagen. Die dat op voorhand zeiden, mannen die dat kampioen van België geweest zijn, die mochten hun stem uitbrengen. Nijs, Albert, De Blok, Mark De Blok. Alle rode kleuren daar op dat podium. Dat is veel betekenend voor de spankracht in deze wedstrijd. Dat het nu gaat om concentratie voor de strijd voor plek 3. Of is het biedt dan? Laatste ronde van Tom, Jim Arendt, Schotran. En dan zou Wietse Bosmans moeten komen. Maar dan komt bij de niet-UCI-teams. Dan Loenhout en Gullegem. Loenhout was hier vijfde. Ja. En was van de poel van de partij. Ja, ik ga niet naar de uitslag kijken. Dus, maar hij zit hier wel op een Belgisch kampioenschap. Iedereen leeft aan het hoogste niveau. Beter qua conditie kunnen ze in mijn ogen amper. En in dat opzicht is dat heel goed. Wat ik mij afvraag, de ketting. Lastig stuk hier. Aerts laat zich niet doen. Lastig stuk. In de loopfases boet Aerts aan snelheid niks in. Mannen in de post hebben overigens weinig of geen werk gehad. Ondanks de vochtigheid van vannacht en vanochtend. Weinig. Nog altijd gaaf, hè? Ja. Super gaaf. Echt. Je ziet hem. De laatste keer. Laatste eerste studie. Ook aan mensen. Belgisch kampioenschap nieuwe rode. Ja, ja, Toon rijdt er door. Toon rijdt weg. En... naar Aerts. Dit is de man op positie 2. Ze zitten met z'n drieën nu op het ponton. Dat is ondertussen al met wat meer volk, denk ik. Ja, en Merlier heeft nog een... leuk zijn voor Merlier, die net als Van der Poel straks na het WK, als hij daar tenminste naartoe gaat, maar wie gaat hem daarvan weghouden van die selectie? Het eresaluut, het eresaluut. Mooi. Het dankwoord aan de mannen in de post. Ja, het moet een fantastisch gevoel geven, een bevrijding. Want in Kokzijde heeft hij er in 2018 ook een goede 50 minuten in geloofd. En wees maar gerust dat hij een paar keer gefrustreerd rondgereden heeft dit seizoen. Die frustratie die knalt hij nu volledig de ruimte in. Met een eresaluut aan zijn grootvader wordt Laurens Zweek Belgisch kampioen in 2020. Nadat hij circa 50 minuten alleen op pad ging.
Amai. Bingo. De Maïzena pakte vandaag. Wat een geen pakte. Gekabbelde saus. Wel in tegendeel. Wel in tegendeel. Geef hem wat ruimte. Izerbiet is op komst voor plekje 2. Dat zijn er twee van dezelfde ploeg op het podium. Dan nog het sprintje van Aarts en Merlier komt er niet meer aan. De Toon Aarts op plaats 3. De kampioen van vorig jaar volgt zichzelf niet op, maar staat wel op het podium. En Merlier, goede finale gereden. Onderweg ook behoorlijk wat werk verzet op plaats 4. Hier een prestigesprintje van Aert. Die Vermeers afhoudt op plaatsen 5 en 6. Dus Van Aert. Daar kun je van op aan. Ja. En dan is het uitkijken naar Jens Adams en dan ook naar Thijs Adams. Dat goed uitkomt. Spant een beetje, maar het zit goed. Ik heb ooit andere kledingstukken over koppen zien gaan, Paul. Ja, dat klopt. En hij mag het morgen al... Laat het gas, maar goeie laat het. Gas, maar goeie laat het gas, maar goeie laat het. Van België en Wout van Aert had er ook graag gereden, dus maar Mathieu. Mijn vader zei we zullen zien, maar mijn moeder vond dat te gevaarlijk. Ze zei ik heb iets veel beter gezien. Dus op de 10e april viel ik omver. Daar stond een turbogasmachine. Wow, laat het gas, maar groeien, laat het gas, maar groeien, laat het gas, maar groeien, rijden door de af.
Laurenswijk, Belgisch kampioen 2020. De laatste gast, maar goeie laatste gast, maar goeie rijdt nooit meer af. Laatste gast, maar goeie laatste gast, maar goeie, nee, ik rijdt nooit meer af. Nee, laatste gast, maar goeie.